Wat zou er gebeuren als we de gospel klein maken, ontdoen van alle opsmoek? Dat was de vraag die Onno Smit en Paul Willemsen zich stelden. Niet om afbreuk te doen aan het genre, maar om eens te proberen alle clichés te vermijden. Hoeveel liedjes blijven er dan over? De heren hebben ruime ervaring in roots en funkmuziek met de bands Beans en Fatback en de Lefty Soul Connection. En bij die laatste vonden ze in Michelle David de perfecte zangeres. Het resultaat, de gospel session, staan hier om me heen. Onno? Ja, de gospel, dat is gewoon de kerkmuziek, toch? Ja, dat is waar het eigenlijk alles begon als het gaat om soulmuziek, rhythm and blues, soul, blues. En dan denken wij inderdaad kerkkoren, koortjes, klappen in de handen. En dat hebben jullie klein. Ja, precies. Ja, niet elke kerk had natuurlijk een gigantisch koor, een hammondorgel. Er waren ook kerken waar ze een tamboerijn hadden en een gitaar met drie snaren. En dan moest er ook gezongen worden. En voor ons was dat interessanter om dat over te brengen. Met een geweldige zangeres. Ja, Michelle David. Ja. Heb je het naar je zin hier? Ja, heel spannend. Heel spannend? Wil je maar het liefst beginnen? Ja, beginnen. Nu. Nu? Okay. Ja, nu. Hoe heet het nummer? There's a light. There's a light. There's a light. Shining over me. Let your light.